TechZine Talks, where TechZine analysts bridge the gap between IT solutions and the people who need them. TechZine is your single source of truth. For more information and insights, visit techzine.nl or techzine.eu. Don't forget to subscribe to this podcast. Ja, daar zijn we weer met een nieuwe TechZine Talks. En vandaag gaan we het hebben over de valkuilen van data privacy in je organisatie. Want ja, data privacy, ja, je hoort allemaal te voldoen aan allerlei mooie wetgevingen. Hoe je dus je data verwerkt en hoe je die privacy bijhoudt. En we vonden het tijd om daar eens wat dieper op in te duiken. Dus we hebben Arnoud Punt gevraagd van Privacy Concepts. Hij is data privacy officer. Functionaris voor de gegevensbescherming om ons bij te staan in deze materie. En Sander is uiteraard ook weer van de partij om wat scherpe vragen te stellen, denk ik. Ja, ik hoop het. Ja, dat hoop ik ook. Dus ja, laten we het daar eens over gaan hebben. Welkom Arno trouwens. Dankjewel. Dat niet welkom geheten. Ja, laten we maar beginnen. Ja, Arnoud, weer een onderwerp over privacy. We hebben al eerder met jou een podcast gemaakt over de data die weglekt naar Amerika. Ja, dat vonden we zo interessant. We dachten, we gaan hem nog een keer terugvragen. Ja, ja. Toch? Dank je wel. Doen we dat. Jij komt bij veel organisaties over de vloer. Die denken, we moeten iets meer aan onze privacy werken, denk ik. Of die misschien wel een datalek hebben gehad en denken, nou gaan we toch maar eens alles tegen het licht houden. Wat is de staat van privacy in het bedrijfsleven van Nederland? Ja, hoe vrijwillig is het, zeg maar? Hè? Want Koen zegt van die zich meer met privacy bezig willen houden. Ja, misschien moeten houden. Is het allemaal afgedwongen? Of merk je ook dat er echt wel intrinsiek een beetje de wens komt om er wat meer mee te doen? Nou, er is de AVG gekomen in 2016. En 2016 was een paniekjaar. Was er nog een opkomend jaar. Iedereen dacht, we hebben nog 2 jaar, laten we wat met privacy doen. En zeker de grote instellingen, grote organisaties, die hadden wel door, dit kost een hoop tijd om hier echt goed mee bezig te gaan. Wij moeten starten. Dus 2016, startjaar. 2017, grote organisaties waren bezig. 2018, paniekjaar. Iedereen wou iets met privacy, maar wist eigenlijk niet zo goed wat. Dus dat was gewoon druk. Er waren te weinig mensen die iets van privacy wisten. En iedereen had behoefte aan ondersteuning. Dus er was een paniekjaar. Nou, 2019 zie je dat alle grote organisaties dachten, rust. We hebben nu een groot privacyprogramma gedraaid. Nu moet de business het oppakken. Kortom, eventjes voet van de gas. En 2020 is duidelijk geworden dat privacy is gewoon hier om te blijven. Here to stay, om even een mooie anglicisme te gebruiken. Ja. Ja, iedereen moet voldoen aan de regels die in de AVG staan. En dat betekent dat het onderdeel van de normale business geworden is. En dan zie je dat te weinig mensen er verstand van hebben. Dus dat er weer externe worden gevraagd om te ondersteunen. Maar dus eigenlijk is het nog steeds, om terug te komen op mijn vraag, zeg maar, het is nog niet dat ze het echt graag willen. Het is, omdat het is nog steeds een moedje uiteindelijk. Het is uiteindelijk nog steeds, kijk, je ziet dat boetes worden uitgekeerd. En dat betekent dat organisaties echt wel zich gedwongen voelen om hiermee bezig te gaan. Tegelijkertijd, afhankelijk van welke sector je zit, is er ook wel een intrinsieke motivatie om netjes om te gaan met gegevens. Hè, de gemeentes die willen echt wel netjes omgaan met gegevens. Zorginstellingen die willen echt wel, die hebben natuurlijk het beroepsgeheim van oudsher, dus die willen ook wel netjes omgaan met gegevens. Daar is het wel onderdeel van de cultuur. Maar de commercie, die heeft een ander belang. Namelijk geld verdienen eerst en privacy 2 of 3. Maar staat privacy überhaupt op de agenda bij het management van het bedrijfsleven? Daar is het echt een moedje. Daar is het echt de hekkensluiter. Maar als je ze dan spreekt, zeggen ze dan, wat is het minimale wat je kan doen? Ja, maar dat zegt iedereen. Oh. Iedereen zegt, we moeten compliant zijn. Wat is het minimale? En kan er nog wat af? En als je dan kijkt, wat me opviel bij je introductie net. Je noemde vooral grote organisaties. Dus dan kom ik automatisch bij de vraag, hoe zit het dan met iets minder grote organisaties? Of het MKB misschien wel? Nou, het middenbedrijf heeft ook wel een privacyprogramma gedraaid in 2018. En het is vaak daarna een beetje
blijven liggen. En het kleinbedrijf die heeft over het algemeen een beetje afwachtende houding ingenomen. De AP controleert toch nog niet. Ik ben klein, dus mijn risico zal niet zo groot zijn. Ik verwerk toch niet zoveel gegevens, dus het valt allemaal wel mee. Ik heb er geen geld voor. De zaakjes over. Want is het wel haalbaar voor ook voor kleinere bedrijven? Ja, zeker. Als je kleiner bedrijf hebt, heb je over het algemeen ook minder processen. Ja, want en even minder systemen. Misschien is het goed om er even wat dingen op te halen. Je noemde net dat het sinds 2016 is die er. En het zal bij sommige bedrijven ook een beetje zijn weggezakt. Wat wordt er nou verwacht dat je bijhoudt? Een bepaald register waarin je datahandelingen staan, of hoe moet ik het zien? Nou, in feite, de AVG geeft aan, op het eerste verzoek van de autoriteit persoonsgegevens moet je kunnen aantonen dat je compliant bent. Nou, hoe doe je dat aantonen? Door in ieder geval iets te laten zien wat gedocumenteerd is. Ik kan wel een heel mooi verhaal houden, maar dan zegt de AP, ja, dat is mooi verteld, maar ik geloof niet dat u de juiste afwegingen gemaakt heeft. Dus je moet op zijn minst iets laten zien. Hoe uitgebreid dat is, is afhankelijk van wat voor soort organisatie je hebt. Er staat heel mooi in de AVG, bedrijven onder de 200 medewerkers hoeven niet een register te hebben, tenzij je ook bijzondere persoonsgegevens verwerkt. Kortom, als je medewerkers hebt, want dan heb je op zijn minst je kopie ID in je BSN nodig. Dat lijkt me dan een beetje een rare clausule. Nou, dat is een politieke keuze geweest, ja. Want er waren allerlei organisaties die op Europees niveau zeiden van, ja, maar we vinden toch wel dat voor het MKB er een uitzondering moet komen. Nou, dan doen we er een uitzondering in, maar dan doen we hem via de achterdeur toch weer terug. Namelijk, ja. Bij bijzondere gegevens moet je dan alsnog. En bijzondere gegevens zijn kopiepaspoort. Dat zijn op zijn minst hele gevoelige gegevens. BSN is dan officieel niet een bijzonder persoonsgegevens, maar in Nederland hebben we een eigen wet die zegt het wordt gelijkgeschakeld met een bijzonder persoonsgegevens, waardoor er een verwerkingsverbod is, tenzij er in het Nederland een wet is die je verplicht of toestaat om BSN te gebruiken. Dus gewoon een heel je mag het alleen maar gebruiken. Maar voor loonadministratie heb je een BSN nodig. Juist, loonadministratie is zo'n wettelijke plicht. En dan moet je dus je BSN van je medewerkers verwerken. En dus als je medewerkers hebt, moet je in feite een register hebben voor die processen. Oké. Maar onder de streep is dus elke organisatie met personeel moet er iets mee. Ja, als je geen personeel hebt, dan niet inderdaad. Nou, ook dan is het natuurlijk heel wenselijk. Want stel dat je geen medewerkers hebt, maar de AP komt langs en zegt, ja, op eerste verzoek bent u verplicht om aan te tonen dat u compliant bent. Dan zeg je, ja, ik heb niks genoteerd. Ja, dan kunt u het niet aantonen. Nee. Dus ook dan is het wel heel wenselijk om op zijn minst iets van een documentatie op orde te hebben. Maar je zal niet snel een boete krijgen, toch? Als je een kleine organisatie bent en je hebt geen register, maar wel een loonadministratie, dat lijkt me vergezocht. Nou, dat hangt er vanaf wat voor werk je doet. Ja, als juridisch gezien ben je fout, maar ja. Als jij bijzondere persoonsgegevens verwerkt, bijvoorbeeld over medische gegevens, dan maakt het niet uit hoe groot je organisatie is. Nee, en hoeveel medewerkers je hebt, dan moet je nog steeds, ja, als je het niet goed doet, dan kan je echt wel een boete krijgen. Maar als je dan kijkt naar bedrijven, hè, die meer dan 200 werknemers, die dus in zo'n industrie zitten, waarin ze dus bepaalde gegevens verwerken, dan moeten ze een register bijhouden. En wat moet er in dat register staan? Eerst de naam van het proces. Dus dat kan zijn salarisadministratie, dat kan zijn in- en uitgaande communicatie met klanten, dat kan zijn het werk. Is e-mail dan ook een proces of onderdeel van een proces? En een CRM-systeem? Ja, of een ERP-systeem of een supply chain? Nou, een proces is niet altijd een systeem. Okay. In een systeem wordt wel een proces gefaciliteerd. Maar een proces kan over meerdere systemen heen lopen. Als ik een aanvraag krijg op mijn webshop, dan is het proces natuurlijk het verkopen aan een klant. Ik ga een product of een dienst ga ik leveren aan een klant. Dat ik daarvoor eerst een aanvraag krijg of een bestelling krijg, die wordt vervolgens in mijn backend opgenomen. Dan gaat naar mijn voorraadbeheersysteem. Dan gaat er automatisch een factuur uit. Er wordt eerst een betaling gedaan en een pakketje misschien verzonden en een labeltje gemaakt. Kijk, en dat is het hoofdproces. Okay. En dat kan je dan weer opsplitsen. En dan kan je zeggen, nou, ik vind eigenlijk dat voor de verzending is een apart proces. En de facturatie of eigenlijk de incasso van de facturatie is een apart proces. Omdat het over andere gegevens gaat. Maar zo moet je kijken van, als we het hebben over dezelfde soort gegevens, tot hoever loopt mijn proces dan nog door?
En wanneer wordt het een ander stukje? Ja, maar de namen, de adresgegevens in dit proces, die worden heel lang gevolgd. Zowel voor de facturatie als het verzenden. Hè. Ja. Even ervan uitgaan dat hetzelfde adres is. Maar dus loopt eigenlijk over heel veel systemen heen. Ja. Is er nog een soort van gradatie in belangrijkheid van processen? Of maakt dat ook niet uit? Juridisch niet. Daar zegt de AVG eigenlijk alleen maar, als jij bijzondere persoonsgegevens in jouw proces verwerkt, moet je daar extra op letten. Moet je bijvoorbeeld in sommige gevallen een Data Protection Impact Assessment, een DPIA doen. Dat is gewoon een privacy check. Kijken wat zijn de risico's hier en moeten we er extra aandacht aan besteden. Maar het kan ook zijn dat je moet bijhouden in je register waarom voor dit proces die gegevens een grondslag hebben. Ja, dat je niet zomaar voor Jan Joker overal... Als ik tissues bestel online, dan hoeft die verkoper helemaal niet te weten of ik verkouden ben of niet. Want dat is een medisch stukje. Dat is medische informatie. Dus ze hoeft helemaal niet te weten waar ik het voor ga gebruiken. Ook niet een nice to have, want dat is medische informatie. Dus je moet nadenken in je proces van wat mag ik wel vragen en wat mag ik niet meer vragen. Oké, dus je moet ook eigenlijk, als je dit onderzoek gaat doen, ook heel goed gaan kijken naar alle formulieren en vragen die je stelt, of dat wel noodzakelijk is. Ja, maar ik kan me voorstellen dat commercieel kan het interessant zijn om bepaalde informatie te weten zonder dat die per definitie heel goed is. En dan gaat of je verkouden bent wel heel ver, maar soms kan iets leiden tot bijverkoop of zo. Hè. Als je een bepaalde dienst aanbiedt, dan kan het zinvol zijn om te weten, ja, weet ik veel, welke industrie je nog meer actief bent of waar je klantbestand uit bestaat. Hoe meer je van je klant weet, hoe meer getargete reclame of aanbiedingen je kan doen. Ja. Dus vanuit een commercieel perspectief is het interessant om meer van je klant te weten. Aan de andere kant, de AVG geeft heel duidelijk aan, je moet een grondslag hebben om die gegevens te hebben. Als het niet noodzakelijk is, dan moet je een andere reden hebben waarom je die gegevens dan bijhoudt. En is er dan nog een verschil tussen bedrijfs- en persoonsgegevens? Als ik zeg Philips, ja, dat is een bedrijf. Daar is op geen enkele manier herleidbaar wie ik dan bedoel. Nee. Maar als ik een naam van een eenmanszaak noem, dan kan ik via het KVK direct vinden wie daar verantwoordelijk is voor die eenmanszaak. Dus dan is de naam van een eenmanszaak is wel degelijk een persoonsgegeven. Als ik een info@philips.nl, ja, dat komt ergens uit, maar geen idee wie dat leest. Maar dat kan ook een VOF zijn met drie mensen of een BV zijn met drie mensen. Ja, en dan is het dus, dan zegt het iets over die drie mensen. Ja, dus dan is het ook persoonsgegevens. Dan zijn het ook persoonsgegevens. Oké, en vervalt die grens ook bij 200? Of is dat, nee. is dat niet te duiden? Nee, dat is het lastige. Op het moment dat een persoonsgegevens iets gaat zeggen over iemand, dan wordt het een persoonsgegeven. Als ik zeg, er heeft iemand over deze gang gelopen, dan is dat een feit, zegt helemaal niks. Behalve wanneer ik een deur heb die met een tag open gaat, dan kan ik ook achterhalen wie er wanneer over die gang gelopen heeft, en dan wordt het dus een persoonsgegeven. Dus alles is afhankelijk van de context waarin je het plaatst. Maar dat is ook een proces wat veel bedrijven dan hebben, want heel veel van die bedrijven werken met van die mooie kaartjes om een deur open. Dat is een proces, een verwerking, waarbij je moet nagaan, wie kan erbij die gegevens? Waarvoor gebruiken we die gegevens? Hoe lang bewaren we die gegevens? Ik betrapte mezelf er net op, en dat zal misschien in het bedrijfsleven ook vaak gebeuren, dat je gaat denken vanuit een applicatie-idee. Mm-hmm. Welke processen heb ik? Of welke applicaties heb ik? Dus dan hangen daar processen aan. Ja. Maar is dat dan een valkuil? Ja, dat is zeker een valkuil. Er zijn ook heel veel, ik noem ze maar, privacy adviseurs die een technische achtergrond hebben, die dan inderdaad automatisch denken aan applicaties als verwerking. Er zijn ook heel veel leveranciers van verwerkingregisters die dan gebouwd zijn vanuit een applicatiegedachte. Maar als je kijkt naar de AVG, dan is dat dus niet de goede insteek. Oké, dus want ja, als ik dan ga kijken naar organisaties, die hebben vaak tientallen, honderden applicaties en met allerlei heel veel verschillende soorten processen, mm-hmm, en die daar overheen lopen. En dat is best wel lastig dan om die in kaart te brengen. Denk ik. Ja, ja, we hebben toevallig recent, even een haakje te maken met een IT-onderwerp, we hebben toevallig recent een podcast opgenomen over process mining. Hè, dat je kunt zien hoe je processen lopen in je IT-omgeving en in je organisatie.
Zou je dat als een soort van blauwdruk kunnen gebruiken om ook je voor je processen, voor je privacy, dat je dat er ook uit kan halen of niet? Het is zeker hele interessante informatie, omdat het iets zegt over, er is kennelijk wel een proces wat gebruik maakt van die systemen en wat zorgt dat er informatie over op een bepaalde manier verloopt. Tegelijkertijd kan het best zo zijn dat diezelfde informatie of die link tussen verschillende systemen voor meerdere processen gebruikt wordt. Ja. Dat maakt het allemaal wel tamelijk esoterisch natuurlijk. Ja. Hè? Want als je het kan herleiden naar applicaties, systemen of gewoon een node in een soort van diagram wat je ziet, dan is het denk ik, oh, kijk, nou, dat is mijn proces. Ja. En dat moet ik hebben, want dat is ook belangrijk voor mijn privacy. Maar ja, als het inderdaad drie processen over die dingen heen gaan die niks met privacy te maken hebben en drie wel, dan moet je dat weer uit elkaar halen. Nou ja, in die zin. De AVG gaat over processen waar persoonsgegevens in verwerkt worden. Maar er zijn ook heel veel processen waar geen persoonsgegevens in verwerkt worden, die wel via systemen lopen. Ja. Bijvoorbeeld als je het hebt over R&D. Je gaat iets ontwikkelen, een product of een dienst. Ja, dat is allemaal in huis. En in feite is daar niet gaat het niet om de persoonsgegevens die daar verwerkt worden. Nee, oké. Een autofabrikant die rijgedrag verwerkt ook niet. Om daar machine learning op toe te passen, dan is hij in principe daar niet mee bezig. Maar het loopt wel allemaal over zijn systemen. Ja. Mag je wel metadata gebruiken dan in dit geval? Als geaggregeerde data of metadata, als dat niet herleidbaar is naar een persoon, dan is dat inderdaad wel gewoon los. Nou, maar dat is ook best wel lastiger natuurlijk. Want ja. Uiteindelijk kun je metadata, dat zegt vaak meer over iets van dan de daadwerkelijke data. Als ik, weet ik veel, als je met de telefoon in de hand in de trein gezeten hebt, en dan kun je metadata, dan krijg je alleen maar van signaal van posten, van masten krijgen. Toen was hij daar. Dan is dat relevanter dan datgene wat je misschien aan de telefoon gezegd hebt tegen iemand. Klopt. Als ik van mijn website weghaal de IP-adressen, de computerspecifieke informatie en alleen maar bijhoud, er was iemand die heeft pagina 1 geklikt, pagina 2 geklikt, pagina 3 minuten afgehaakt. Dat is interessante informatie. Dan heb ik helemaal niet nodig om wie dit ging of die vaker op mijn website is geweest. Dan kan ik daar wel commerciële informatie uithalen. En zeker als ik dat dan ga aggregeren, dus dat ik weet van de 100 bezoekers, zijn de gemiddelde mensen die zijn op pagina 4 afgehaakt. Dan weet ik dat ik naar pagina 4 moet kijken. Dat is interessante informatie, waarbij het dus niet noodzakelijk is om persoonsgegevens op te slaan. Nee, maar in sommige gevallen kan het wel heel belangrijk zijn om te weten of iemand al een keer geweest is. Nee, wel gewenst. Het is interessant om te weten. Commercieel nodig, laat ik het zo zeggen. Commercieel nodig, ja. En dat is dus, dat zie je ook heel vaak, dat vanuit de bril die je hebt, vind je het voor jouw werk noodzakelijk. Maar hoe kunnen bedrijven dit nou makkelijker doen? Zijn er tips voor of zijn er manieren om? Want het is best wel complex. Ja, kijk, de eerste vraag die je eigenlijk altijd moet stellen is, stel dat ik die klant ben, verwacht ik dit van het bedrijf? En de tweede is, vind ik dit redelijk dat ze mij bijhouden, dat ze een profiel van mij maken, dat ze dat koppelen aan allerlei informatie van andere bedrijfsonderdelen? Snap ik dit? Vind ik dat redelijk? En als het antwoord is, nou eigenlijk niet. Dan moet je het of heel goed communiceren met de betrokkenen en hem de mogelijkheid geven om daar vanaf te zien, om daar geen gebruik van te maken. Of het gewoon misschien maar niet doen. Ja, is dat even vanuit misschien meer vanuit een technische insteek te kijken. Van, zijn er ook manieren om dit deels te automatiseren? He, dus dat je, als je PII, zeg maar, dat is die persoonlijke gegevens, die kun je detecteren in principe in je stream. Mm-hmm. Dat doen meerdere partijen doen dat, om governance dingen te doen, met name richting backups en dat soort dingen. Mm-hmm. Zou je zoiets daarvoor in kunnen zetten om te kijken hoe jouw processen lopen? Of? Deels. Het is sowieso goed om je processen in kaart te brengen en om daar proces tools voor te gebruiken of dat te automatiseren. Absoluut nuttig, maar uiteindelijk blijft de vraag, kan ik aan de AP uitleggen wat hier in mijn proces gebeurt en dat ik hier een goede afweging heb gemaakt tussen de informatie die ik verwerk en dat die noodzakelijk is? Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Het is alleen, wat ik zie is, als je dat overlaat aan de mensen zelf zonder dat je er een beetje hulp bij krijgt, ja, maar dat is het. Dan wordt het gewoon
te complex en te ingewikkeld. En dan gaan ze ook gewoon dingen niet zien. Of misschien een verkeerd oordeel vellen over of iets wel of niet wenselijk is als ik de klant was geweest. Of weet je, dat soort dingen. Ja. Want ja, je kan niet zomaar even uit je... En waarschijnlijk komen daar externe data privacy officers van langs om te zeggen... Of interne. Uiteindelijk is het voor alle grotere organisaties is het noodzakelijk of wenselijk om iets van een functionaris gegevensbescherming te hebben of een privacy officer. En het eerste waar die mee begint is awareness creëren. Informeren intern. Waar hebben we het over? Waar moet je aan denken? Op welke punten moet je vragen stellen aan mij? Dat is het allereerste wat je doet. Wordt dit ook niet vaak op het bord van een CISO gegooid? Ja, helaas wel. En een beetje afhankelijk van wat voor organisatie je hebt. Maar als je verplicht een FG hebt, is de combinatie FG-CISO een hele complexe. Omdat je dan als onafhankelijke toezichthouder, wat je als FG bent... Ja, dat moet je zijn, hè? De wettelijke taak is onafhankelijk toezichthouder. Dan moet je het beleid wat je als CISO hebt opgesteld toetsen op juistheid. En dat is een hele complexe. Dus alleen als jij CISO bent die geen beleidsbepalende rol heeft, dan zou je die combinatie kunnen Je kan toch niet CISO zijn zonder beleidsbepalende rol? Nou ja, dan ben je ook alleen maar controleur. Ja. Maar sowieso is het toch altijd een beetje een schimmig gebied om privacy en security met elkaar te gaan lopen. Er is een hele grote overlap. Ja. We zeggen wel eens 20% overlap. Privacy gaat ook over het proces in kaart brengen en de betrokkenen informeren en awareness. En security gaat ook over data wat niet persoonsgegevens zijn. Ja. En wordt het nog steeds te vaak vanuit een security oogpunt benaderd? Want ik weet nog in rond 2018, toen de AVG in werking ging, ging het alleen maar over je moet encrypten, end-to-end. Dat was de GDPR-pitch van heel veel partijen. Ja. Ik dacht, maar dat is eigenlijk niet... Dat is op zich goed. Ja. Maar dat is uiteindelijk een security measure. Dat heeft niks te maken met privacy. Ja, natuurlijk heeft het al wat mee te maken. Maar het is dat wel wezenlijk anders. Nou, in de AVG staat, je proces moet je passend beveiligen. Ja. Dat is de link met security. Ja. En wat passend is afhankelijk van alle omstandigheden. En de gedachte is heel vaak geweest, als we maar de buitenmuur zo veilig mogelijk maken, dan is het kans op een datalek in ieder geval zo klein mogelijk. En daarmee is ons reputatierisico lager. En dat is een hele begrijpelijke gedachte. Ja. Maar daarmee ben je niet aantoonbaar compliant aan de AVG. Daarmee heb je een heel stuk laten liggen. Volgens mij is inmiddels wel duidelijk dat binnen de muren ook veel misgaat. Op het gebied van, kijk, security is wel vaak de buitenmuur. Want ja, over het algemeen willen je mensen geen security probleem veroorzaken. Maar... Ja. Nou, er zijn steeds minder buitenmuren natuurlijk sowieso ook. Hè? Ja, dat een beetje aan het bekijken. Als je kijkt, de GGD met dat hele coronadebakel, dat iedereen overal bij kon. Ja, dat is binnen de muren uiteindelijk. En dat zal bij veel organisaties zijn. Maar de autorisatiematrix, zoals dat dan heet, die is afhankelijk van het soort organisatie dat je hebt, is dat gewoon complex, omdat heel veel systemen daar eigenlijk onvoldoende voor ingericht zijn. Maar... Wat me wel opvalt tegenwoordig is dat er nog zoveel organisaties last hebben van die ransomware. Dat als je denkt 2 jaar lang security volle aandacht, dan zijn er toch nog heel veel grote organisaties die kennelijk hun segmentatie nog niet op orde hebben, hun twee-factor authenticatie voor bepaalde onderdelen nog niet op orde hebben, de backup nog niet altijd even vlekkeloos hebben lopen. Ik denk dat dat ook een beetje deels een logisch gevolg is van de enorme verschuiving van de focus in de security-industrie van preventie naar detectie en respons. En dat is natuurlijk waar ransomware per definitie goed voor geschikt is. Daar hebben we een mooie podcast over gemaakt. Ja, daar hebben we ook een podcast over gemaakt. Zodra ze binnen zijn, maakt het niet meer uit. Nee. Ook al heb je een goede backup en je zet hem terug, dan gaan ze alsnog met je data gaan ze je proberen af te persen. Zo, anders dan gaan we het nog publiceren. Want die data hebben ze dan gewoon van je. Ja, klopt. Dus dat, misschien is dat ook wel gewoon een gevolg geweest van een verkeerde security focus. Maar denk je dat bedrijven privacy belangrijker vinden of security? Security. En waar komt privacy dan? Nou, dat is de hekkensluiter. Dat is aan het eind van, Sander zegt altijd, het laatste is de printer, toch? Ja, daar ben ik van heilig van overtuigd. De printer is de laatste. Ja, misschien maar... is privacy nog wel later. Ik weet niet, maar... Ja, nee. Eerlijk. Ik denk dat ik iedereen een printer koopt. Dan... ja. Ja. Ja.
het is... En het, maar... het is ook soms niet een leuke boodschap, hè? Want dan ga ik terug naar een proceseigenaar en dan zeg ik... Leuk dat jij je proces nu zo in gedachten hebt, maar heb je hier al aan gedacht en daar al aan gedacht? En waarom heb je deze keuzes gemaakt en heb je die data wel echt nodig? En dan is het wel eventjes soms slikker. Maar ben jij populair bij je klanten? Ik kan me voorstellen dat ze heel veel denken, dan komt hij aan en daar gaat ons businessplan. Of... Het kost extra tijd, maar het levert wel een beter eindproduct op en ook een professioneler slash efficiënter eindproduct op. En daar is men wel heel blij mee. Want dan kunnen ze naar de buitenwereld, kunnen ze echt aangeven, we hebben hier goed over nagedacht, het klopt hier, dit is compliant. Dit... Dus het management is over het algemeen heel blij met je. Maar een developer die... Nou, ik merk dat ze als ze mij vroegtijdig inschakelen, dan vinden ze mij fantastisch. Want dan kan ik precies uitleggen die wel, die niet, zo en zo moet de koppeling komen, die erbij, die er niet bij. Maar als het achteraf is, denk ze, jeetje, weer extra werk. Maar ik denk aan het laatste, denk ik dat ook wel belangrijk is. Kijk, uiteindelijk, de beste verandering, die creëer je door de vraag te veranderen. Dus als je steeds meer mensen in de markt krijgt, met name als, heb ik het nu over commerciële bedrijven, die echt goed moeten nadenken over wat ze met privégegevens doen. Mm-hmm. Als partijen die dat verkeerd doen, als men die links laat liggen, dan krijgen ze een incentive om het te gaan doen. Ja. Maar ja, ik weet niet hoeveel eindgebruikers, hoeveel consumenten zijn bezig met privacy op die manier. Nou, de consumenten niet per se. Ja, maar dat is uiteindelijk wel, dat is hun portemonnee natuurlijk. Nee, maar als ik nou bij een gemeente ben, of bij een ziekenhuis ben, of bij een commercieel bedrijf ben, ik check die verwerkersovereenkomst. En dan ga ik de leverancier vragen, waarom doe je dit zo? Heb je je proceskaart voor me? Heb je dit en dat uitgewerkt? Ik wil weten hoe je security in elkaar zit. En dan ga ik daar wel op doorvragen. En dan zie je dat de professionele partijen deze vraag al 20 keer gehad hebben. Een fantastische antwoord hebben. En dat het de wat amateuristischere leveranciers, die slikken dan een keer van oeh. Of die proberen je er vanaf te brengen met de opmerking, dit heeft nog nooit iemand gevraagd. Maar ik vraag me toch echt af in hoeverre het voldoende leeft onder de mensen die uiteindelijk het verschil kunnen maken. Door te zeggen, ik wil alleen nog maar boodschappen doen of shoppen, weet ik veel wat, bij een bedrijf dat hier op een juiste manier mee omgaat. Nou, ons als gebruiker wordt eigenlijk onvoldoende geïnformeerd bij de risicovolle processen. En anders is het ook vaak mes op de keel. Anders moet je maar je Facebook-account verwijderen als je niet leuk vindt dat wij het volledig gaan verkopen aan iedereen. Dat is natuurlijk ook informeren, maar niet op een positieve en zelfs niet op een compliant manier. Nee. En dat zie je nog wel eens dat gebruikers daar gewoon dan maar mee instemmen. Hè? Iedereen klikt op oké. Ik heb zo'n vermoeden dat jij niet inlogt met je Facebook-account bij een webshop. Maar zeker gevoel. Nooit. Heb je wel Facebook? Ik heb wel Facebook. Oh, maar ik niet. Maar, goed, het was even. Nee, maar, maar het leeft niet zo bij de consument. Bij bedrijfsleven moet het ook nog meer leven, denk ik. Dan het heeft nog wel wat aandacht nodig. Ja. En wat is daarvoor de oplossing? Meer boetes vanuit de AP? Of? Ja, ook. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat er wel een stukje bewustwording nodig is bij directeuren, bij eigenaren. Dus er moet weer een postbus 51 reclame komen. Hoe ging dat vroeger? Dat je het ook vanuit de overheid mooie gemeenschappelijke reclames. Het is een vliegwiel wat wel aangeswingeld is, maar wat gewoon tijd nodig heeft om nog verder te professionaliseren. Oké. Nou ja, dan ja. Ik vind het erg interessant, maar ik denk dat veel bedrijven er moeite mee hebben. Dat is denk ik wel duidelijk geworden. Ja. Je kan echt met weinig werk, vanuit mijn kant, kan ik klanten helpen om heel veel stappen vooruit te helpen. Ja. Dus het is niet zo ingewikkeld, alleen het kost wel veel tijd. Ja. En je moet je afvragen, wil ik dat doen? Of laat ik dat doen? Of laat ik het door een medewerker doen? Maar iemand moet er wel aandacht aan hebben. En je ziet dat verkeerde keuzes maken, bewust verkeerde keuzes maken, bijvoorbeeld de tennisbond, maar ook... hoe heet dat, de PVV, lokale vestiging, die krijgen dan boetes omdat ze bewust verkeerde keuzes maken. Ja. Oké. Nou ja, dat is goed om te weten, denk ik. Arnoud, hartstikke bedankt voor jouw inzichten en kennis hierin. Bedankt voor het luisteren, mensen.
Vergeet niet te abonneren op onze podcast. Op hele mooie Apple iTunes kan je ook beoordelingen geven. Die 5 sterren die zijn altijd welkom. En vergeet de aflevering vooral niet te delen, hè, met je collega's en je baas. Noem het allemaal maar op. En dan zien we je de volgende keer. TechZine Talks. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. En dan gaan we weer dieper in op een boeiend IT-onderwerp. Visit techzine.nl or techzine.eu. Don't forget to subscribe to this podcast.